Absoluut. Ja hoor. Dan komt dat zeker voor elkaar. Daar ga ik voor zorgen. Oké, dag. Ineke, er is iets dat we je willen zeggen. En het is positief bedoeld. Maar het gaat niet leuk zijn. Ja. Het valt ons op dat, hoe zal ik het zeggen? Nadat Ruud bij jou is weggegaan, gaat het helemaal de verkeerde kant op met jou. Oh, ik heb juist het gevoel dat ik nu eindelijk weer een beetje aan het opkrabbelen ben. Helaas niet, Ineke. En het is bijna dat ik denk... Ja, sorry dat ik het zeg, maar ik ga het toch zeggen. Het is goed voor jou om dit even te horen. Het is logisch dat Ruud er met een ander vandoor is. Je ziet er niet uit. Nou... Nee. Als goede collega's... Ja, dat zijn wij. Ben je verplicht om elkaar de waarheid te zeggen? We willen jou niet kwetsen, Ineke, maar we zien je ja te afglijden. En weet je waar dat allemaal mee te maken heeft? Nee. Er is niemand in jouw omgeving die jou corrigeert. Maar ik vind juist dat ik de laatste tijd eigenlijk... En toen hebben wij de koppen bij elkaar gestoken, hè? En gezegd, dat gaat niet meer zo met Ineke. We moeten haar helpen. En dus hebben wij besloten dat wij die rol nu op ons gaan nemen. Maar ik heb van Ruud ook nooit gehoord. Maar Ruud is weg. En ik wil niet meer elke dag naar dezelfde trui hoeven kijken. Wat is er mis met deze trui? Ineke, we hebben echt het beste met jou voor. Ja, maar ik weet gewoon niet zo goed wat hier... Misschien vertrouw je ons niet? Nou ja, misschien vertrouwt ze ons niet. Ja, dat kan. Laten we eens even de hulp vragen aan een echte vent. Leo. Yes. We hebben je hulp nodig. Kom er eens even bij. Kom. Wie ziet er volgens jou hier het beste uit? Rachel? Nee. Ik bedoel van deze ruimte hier. Ah. Ja, Ans. Oh, wat leuk. Ja, jij ziet er ook altijd heel leuk uit. Nee. Ik heb het over smaak. Hè? Wie ziet er volgens jou, welke vrouw ziet er het beste uit? Nee. Dus geef jij nou eens cijfers voor deze afdeling. Ja. Van 1 tot 10. Ja. Anse 10. Flauw! Corine 9. Ingrid 8. Met wie zou je het doen? Huh? Nou ja, eerst Ans. Dan Andrea. Nee, Peter. Ze doen wie er het beste uitziet. Oh. Nou, dit ziet er toch heel goed uit. Uh-huh. Maar een cijfer. 7. Oh, een 7? Oh, dat is best heel hoog. Ineke, 7. Ja. Nou, dat, hoe heet ze ook alweer? Een 5. Dus dan is het 5, 4... Een 4? Ja. 3 en 2. Wacht even. Je geeft dat daar een 7. En mij een 4? Wat weet jij daar nou van? Met je CNA-kop. Jo, de pak. Had mijn vader ook. Zei dat ja, 0. Ik bedoel, Ineke, die heeft tenminste nog een... Een rok aan. Ja. Een rok. Een rok aan. Wat weten jullie nou van? Ik wilde een collega helpen. Heel aardig, dankjewel, Fiet. Als jullie geen ene reet uitmaakt, dan ga ik toch lekker ergens anders zitten. Prima! Maakt mij niks uit! 4. 4. 1. 0. Zinna, kom!